Van Dierenlot hebben wij eigenlijk al 2 jaar geleden de droomcheck gekregen. En nu eindelijk zijn alle spullen er uit Nederland, wat natuurlijk heel erg ingewikkeld is allemaal. Dus er wordt heel druk gebouwd. Dus bijna klaar. Dan kunnen de hondjes erin. En wat hier staat, dat hebben we gekregen van een asiel uit Nederland. Die zijn opgehouden te bestaan en die hebben ons gevraagd, willen jullie onze oude spullen hebben? Nou, zeiden wij, heel graag. Want het is zo vol en zo druk. Extra hokken kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. Dan gaan we deze hokken gebruiken om een beetje ruimte te creëren. Honden die nu met 3 of 4 in een hok zitten, kunnen nu 1 hier naartoe. En dan wordt het gewoon in alle hokken wat rustiger. Heb ik wat minder kans op vechtpartijen, wat minder kans op ziektes. Het is ook gewoon beter. Een hondje heeft ook gewoon een beetje privacy nodig, zeg maar. En achter, wat dan straks klaar is, daar komen de seniorenhonden. Ja. Dus de honden die gewoon een rustige oude dag verdiend hebben, krijgen daar lekker een kenneltje met max 4 totaal. En dan kunnen ze gewoon lekker rondlopen en de gang gaan en dat ding doen. En daaraan vast zit een knuffelruimte, noemen wij dat. Daar kunnen mensen ook even rustig zitten. Zo van, goh, ik vind dat een leuke hond. Kan die even uit de groep? Dat ik even alleen met die hond kan zijn om te kijken hoe die is, wat die doet. Hoe gaat het verder met het gedeelte van het adoptie van honden? Op het eiland blijft moeilijk, want het eiland is vol. Maar we vliegen weer naar Nederland. Ik heb er weer een beetje hoop in. Dus is het legale papieren en zo geregeld? Ja, we doen nog wel een beetje om de mazen van de wet heen. Maar het gaat en het gaat goed. En er is ook geen gedoe bij de douane in Nederland. En vluchtbegeleiders krijgen goede instructies. Vluchtbegeleiders moeten een nummer aanvragen. Daar helpen we mee uiteraard. En dan is het eigenlijk geen probleem om met een beest te vliegen. Natuurlijk, Wasbond doet ook hier bij jullie. Jullie hebben een hele activiteit hier. Hoe is het gegaan? Heel goed. Kijk hoe mooi blauw het huis weer is. En dat was, je kan het eigenlijk hier niet meer zien, maar het was een beetje grijs, geel. Ja. Vooral ook vies. Dus het is heerlijk opgeknapt en opgefrist. En heel blij dat we gebruik hebben mogen maken van Bondoet. Hadden jullie veel volunteers? Nee, niet zo heel veel. Ja. Nee, 3. Maar, denk ik. En natuurlijk onze eigen mensen, maar volgend jaar graag meer vrijwilligers. Het nieuwe jaar is begonnen. Handjes die jullie hierin krijgen en moeten nemen en zo. Handjes op straat die op straat lopen. Hoe gaat het hiermee? Slecht. We worden iedere dag gebeld. Ik wil mijn hond niet meer. Kom je hem halen? En dan zeg ik nee, want het is vol. Ja, maar jij moet, want jij krijgt subsidie. Dus jij bent verplicht om mijn hond op te nemen. Ik zeg, nou, sorry hoor. Kakelvers krijgt geen subsidie. En Kakelvers is een rescue. En geen dump. Als je ervoor kiest om een hond te hebben, zorg ervoor. Bedenk dat wanneer je een pup neemt, dat zo'n beest misschien wel 10, 15 jaar wordt. Bel mij niet om te zeggen, ja, maar ik ga verhuizen en dan kan mijn hond niet mee. Dan is dat dus niet het goede huis. En dan zijn mensen boos als je dat zegt. Zo van, ja, maar ga jij mij de huur betalen dan? Nee, maar jij gaat mij toch ook niet de opvang van de hond betalen? Dus als je een beslissing neemt voor een hond of een kat of een kind, dan is dat levenslang. Als er wat is, als het beestje ziek wordt, of je hebt advies nodig, of je hebt voer nodig, dan bel me, dan kunnen we helpen. Maar ik kan niet meer opnemen. Kan gewoon echt niet meer.